Nou, van harte welkom bij dit webinar. Ik ben Frank, adviseur duurzaamheid bij de Boomwijzerwinkel. Links ziet u onze showroom en onze hoofdlocatie in Rotterdam. En daar kunt u allerlei producten kunt u bekijken en eventueel ook aanschaffen. Het is mogelijk om bij ons een advies te krijgen ter waarde van €69 op locatie bij ons in Rotterdam. En het is ook mogelijk om eventueel een adviseur bij u thuis te laten komen. Of om producten te bestellen op de webshop. De Woonwijzerwinkel is inmiddels het onafhankelijke energieloket van 24 gemeenten. Nieuw regio Rijnmond en Delfland. Ja, dat zijn we inmiddels al meer dan 5 jaar. Nou, er zijn meerdere manieren waarop je je woning op een duurzame manier van het aardgas af kan helpen. De eerste belangrijke stap dat is om de warmtevraag te reduceren. Je wil natuurlijk dat je woning zo min mogelijk warmte verliest, zodat je dat ook niet hoeft op te wekken. Dus isoleren, dat is de allereerste stap. En dat is ook een no-regret maatregel, want op welke manier we ook van het aardgas afgaan, van isoleren krijg je eigenlijk nooit spijt. Zelfs als we op het gas blijven zitten of als we waterstofgas nemen. Nou, de tweede stap dat is bijvoorbeeld het koken zonder gas. Dus een inductiekookplaat, een andere manier. En natuurlijk kun je ook de zonnestroom kun je gebruiken om je warmtevoorziening te voorzien van elektriciteit. Dus dat zijn 4 zaken die je kan doen om uiteindelijk van het aardgas af te komen. Nou, om die stappen mogelijk te maken zijn er een aantal financieringsmanieren. Je kan bijvoorbeeld tegen een hele gunstige voorwaarden en tegen een hele lage rente geld lenen bij het Energiebespaarfonds, de Energiebespaarlening. Er zijn een aantal subsidies zijn er beschikbaar. En alle subsidies kunt u terugvinden op www.energiesubsidiewijzer.nl. Daar kunt u ook alle regionale subsidies vinden en eventueel ook leningen. Nou, verder zijn er nog 2 landelijke subsidies. Het gaat om de SEEH-subsidie voor isolatie. Die geldt tot 31 december. En er is een ISDE-subsidie beschikbaar voor onder meer warmtepompen en zonneboilers. Verwarmen zonder aardgas. Hoe kunnen we dat nou precies doen? Nou, er zijn een aantal manieren waarop je een woning aardgasvrij kunt verwarmen. En waar ik in het tweede deel van dit webinar op in zou gaan, dat is een verwarmen met een warmtepompinstallatie. Zojuist dat het gaat over elektrisch verwarmen met een cv-ketel of met een elektrisch afgiftesysteem. Maar het is bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk dat uw woning over een aantal jaar op een warmtenet kan worden aangesloten. 2 alternatieve manieren van verwarmen, dat is bijvoorbeeld door middel van een biomassa-ketel, pelletkachel of een open haard. Nou, de duurzaamheid ervan, dat staat onder discussie, omdat je natuurlijk fijnstof uitstoot. En de oorsprong van de biomassa pellets, die is ook niet altijd bekend. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat uit een oerbos komt, uit de Amazone bijvoorbeeld. Nou, waterstofgas, dat staat natuurlijk ook heel erg in de belangstelling, omdat dat heel erg lijkt op het aardgas wat we nu hebben. En omdat we een fantastisch aardgasnetwerk hebben waar we eventueel gebruik van zouden kunnen maken. Een nadeel van waterstof, dat is echter dat het heel erg veel energie kost om dit te maken. En op die manier gaat de duurzame stroom die je opwekt over een groot deel verloren tijdens het productieproces van het waterstof. Dus dat is op dit moment met name interessant voor de industrie. En vervolgens bijvoorbeeld voor monumentale panden. Nou, waarom zou je kiezen voor een warmtepompinstallatie? Wat zijn er de voordelen van? Een warmtepomp die wekt warmte op uit een hernieuwbare natuurlijke bron. Dus dat houdt in dat een warmtepomp energie kan halen uit bijvoorbeeld de buitenlucht of uit de bodem. Of zelfs uit moderne PVT-panelen. Nou, de bron is gratis, dat is de lucht of de bodemwarmte. Dus je hebt in feite gratis energie tot je beschikking. Nou, dat zorgt ervoor dat een warmtepomp, die kan bijvoorbeeld met 1 kilowatt elektriciteit, kan die bijvoorbeeld ongeveer 4 kilowatt aan warmte kan die opwekken. Nou,
Dus een rendement van ongeveer 400%. En daardoor gaat ook natuurlijk ook de CO2-uitstoot die gaat omlaag met ongeveer 50 tot 60%. Nou, er zijn diverse systemen. Dat heb ik er net al even kort benoemd. Het is mogelijk om een warmtepomp te nemen die de bodem gebruikt als warmtevoorziening. Nou, dan gaat er een lus, die gaat er de bodem in. Dat is ongeveer 70 meter diep, maar dat kan soms nog dieper. En dan haalt die warmte uit de bodem. En dan is het in de zomer ook mogelijk om, zonder dat het elektriciteit kost, de woning te koelen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een buitenunit. Het zijn goedkopere warmtepompen en dat zal bij de meeste mensen thuis komen te staan bijvoorbeeld. Nou, en dan staat er een buitenunit en die kan de energie uit de buitenlucht onttrekken. Dat kan wel tot min 25 graden. Dus een warmtepomp die is in staat om bij hele koude temperatuur om daar toch energie vandaan te halen en om dat om te zetten in bruikbare warmte. Nou, verder is het ook, zijn er tegenwoordig ook ventilatiewarmtepompen. Een ventilatiewarmtepomp die kan uit de afgevoerde lucht van de woning kan die zijn energie halen. Dus die vervangt dan de mechanische ventilatiebox die nu bijvoorbeeld op zolder staat. En die kan dan de woning verwarmen met die ventilatielucht. Dit soort warmtepompen hebben vaak wel een wat lagere capaciteit. Dus dat is met name interessant voor bijvoorbeeld appartementen en woningen die erg goed geïsoleerd zijn. Kleinere woningen over het algemeen. Een hele nieuwe ontwikkeling voor veel mensen, dat zijn de thermodynamische warmtepomppanelen. Nou, dan zit er bijvoorbeeld aan de achterkant van een zonnepaneel zit dan een warmtepompinstallatie die de energie uit de buitenlucht haalt. Dus dan heb je geen buitenunit meer nodig, die lijkt op een airco, geen ventilator. Maar dan zit de warmtepomp, die zit achter het zonnepaneel netjes weggewerkt. Waardoor je ook geen last hebt bijvoorbeeld van geluid. Nou, stelt u zich voor, u wilt wel energie besparen. Maar u wilt nog niet helemaal van het aardgas af. Bijvoorbeeld omdat de woning nog niet voldoende is geïsoleerd. Of omdat u nog geen laag temperatuurverwarmingssysteem heeft. Dan kunt u ook kiezen voor een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp die kan ongeveer 50, 60, soms zelfs 70% besparen op het aardgas. Dus dan verstookt u bijvoorbeeld 60% minder aardgas. En de rest wordt allemaal op een duurzame manier, wordt dat elektrisch verwarmd. Nou, er zijn ook combinaties mogelijk, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Een warmtepomp die kan aangesloten worden bijvoorbeeld op een zonneboiler. Dat is een zonnecollector die op het dak ligt en die wekt warmte op voor bijvoorbeeld de douche, nou ja, voor de vaatwasser, noem maar op. Het is ook mogelijk om een doorstroomverwarmer te kiezen. Nou, die zit u linksonder bij de kraan, ziet u een kleine doorstroomverwarmer. En dat werkt op dezelfde manier als een ouderwetse gijzer. Alleen dan natuurlijk elektrisch. Nou, dat is ook mogelijk om een elektrische boiler te kiezen. Die zijn over het algemeen wat minder zuinig dan een warmtepompboiler. Een warmtepompboiler die maakt weer gebruik van die externe bron, van die gratis bron, om energie op te wekken. Elektrische boiler die doet dat niet. Wanneer is uw woning geschikt voor een warmtepompinstallatie? Nou, om een warmtepomp goed te laten werken, dan is het heel erg belangrijk om te kijken naar bijvoorbeeld de isolatie, naar de ventilatie van de woning. Want als je een woning goed isoleert, dan moet er ook goed geventileerd worden. Er moet gekeken worden naar de afgiftesystemen. Daarmee bedoelen we naar de radiatoren bijvoorbeeld. Er moet gekeken worden naar de opstelruimte. Dus waar kan de buitenunit van de warmtepomp komen te staan? Hoe kan de bodemlus gelegd worden? En natuurlijk is het geluid van de warmtepomp ook erg van belang. En dat is ook nogal nieuwswaardig op dit moment. Wanneer is uw woning geschikt? Nou, om over te gaan op een warmtepompinstallatie adviseren we de volgende isolatiewaarden.
Dat is voor het dak is dat een RC-waarde van 3,5. Voor de gevelisolatie is dat een RC-waarde van 1,8. Dat lijkt misschien weinig, maar we zijn uitgegaan van een normale spouwisolatie. Dus als u spouwisolatie laat uitvoeren door een bedrijf, komt u meestal in de buurt van die 1,8. Een vloerisolatie van 3,5. Dat is heel goed mogelijk als je laat isoleren. Voor de ventilatie gaan we uit van een mechanische ventilatie met vraagsturing bijvoorbeeld. Dus dan kunt u de oude ventilatiebox kunt u vervangen door een moderne ventilatiebox. Die reageert bijvoorbeeld op CO2 in de woning. Of met hoge luchtvochtigheid. Zo'n mechanische ventilatiebox die kan dan heel gericht kan die, gaan ventileren. Waardoor je minder energie verliest. De bovenstaande balansventilatie met WTW. Nou, dat houdt in dat er een ventilatiesysteem komt. Dat ook de warmte terug kan winnen uit de lucht die je afvoert. Daardoor krijg je geen koude lucht meer binnen via de ventilatieroosters boven de woning. En verlies je geen energie meer door de ventilatie. In ieder geval heel weinig. Nou, verder is lage temperatuurverwarming is heel erg belangrijk. Dat is het afgiftesysteem waar ik het zojuist over had. De meeste radiatoren die maken gebruik van een hoge cv-watertemperatuur. Dus een cv-ketel die staat vaak ingesteld op 70 of zelfs wel 80 graden. Dat zijn temperaturen. Je kan een warmtepomp wel maken, maar dan werkt die veel minder efficiënt. Dus om een warmtepomp op een efficiënte manier te laten werken, wil je eigenlijk dat die cv-temperatuur dat die zo laag mogelijk staat. Dus dan denk je aan bijvoorbeeld 35 tot ongeveer 55 graden. Nou, als je die temperatuur een woning warm kunt houden in de winter, dan weet je dat je huis toe is aan bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie. Nou, in sommige gevallen betekent dat de radiatoren vervangen moeten worden door speciale lage temperatuurradiatoren. Die worden ook wel convectoren genoemd. Of door vloerverwarming. Met lage temperatuurradiatoren en vloerverwarming is het dus mogelijk om die cv-temperatuur heel erg naar beneden te brengen. Namelijk naar 35 of 40 graden. Nou, verder is natuurlijk het geluid van de buitenunit. Dat is ook van belang. Je wilt, wettelijk gezien mag het tegenwoordig niet meer zijn dat je meer dan 40 dB op de erfgrens hoort. Stel je voor je plaatst een buitenunit en je hebt de buren, dan is het wettelijk niet toegestaan om op die erfgrens meer dan 40 dB te horen. Nou, tegenwoordig zijn de wasmachines, die zijn zo stil als een moderne vaatwasser. Dus die 40 dB die is meestal heel goed te halen op de erfgrens, zelfs op 2 meter vaak al. Nou, verder de opstelruimte van de warmtepomp. Je wil natuurlijk wel een geschikte opstelruimte hebben. Bijvoorbeeld een geschikte garagedak waar de buitenunit op kan staan. Of een plek op de kopgevel van de woning. Eventueel de ruimte voor het boilervat. Dus dat zijn allemaal zaken die even meegenomen moeten worden in het bepalen of je woning geschikt is voor een warmtepomp of niet. Hiermee kan een goede installateur vaak helpen. Dus als u bijvoorbeeld een adviesgesprek aanvraagt of u laat een installateur bij u thuis langskomen, kan die installateur meestal heel goed samen met u bekijken waar dan die buitenunit of de binnenunit geplaatst kan worden. Dus neem dat mee in het offerte traject. Nou, hier zien we een tabel. En die geeft inzicht in wanneer je woning wel of niet geschikt is voor een all-electric of een hybride warmtepomp. Stelt u zich voor, u heeft een woning met een label C of D. De woning is in sommige gevallen geschikt om van het aardgas af te gaan met een all-electric warmtepomp. Maar dan moet er wel een lage temperatuurverwarming zijn. Bijvoorbeeld vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren. In de meeste gevallen zal er een hybride geplaatst moeten worden en zal er nog wat meer geïsoleerd moeten worden voordat je die stap naar een all-electric woning kunt zetten.
met een B of C-label, dan is het vaak wel mogelijk om een all-electric warmtepomp te plaatsen. Daarvoor moet je bijvoorbeeld een vloerverwarming hebben en daarbij radiatoren. Het is natuurlijk wel van belang dat die aanvoertemperatuur, of die temperatuur van de CV-ketel, dat die niet hoger is dan 55 graden. En liefst nog een stuk lager. Echt met de temperatuur wil je zo laag mogelijk gaan zitten. Nou, bij een A-label dan is het eigenlijk altijd mogelijk om een hybride warmtepomp te plaatsen. In veel gevallen ook mogelijk om een all-electric te plaatsen. Nou, voorbeelden van woningen die van het aardgas afgaan. Dat kan bijvoorbeeld met een jaren 70 of jaren 80 woning. Waarbij de vloer is geïsoleerd met een RC-waarde van 3,5. Waarbij de spouwmuren zijn geïsoleerd. En waarbij de dakisolatie is verbeterd naar 3,5. Verder is in de woonruimtes is een HR++ glas aanwezig. Zodat je geen vervelende tocht- en kouklachten hebt in de woning. Nou, daarnaast is in deze woning is er een vraaggestuurde ventilatiebox aanwezig. Die alleen die plekken afzuigt waar dat noodzakelijk is. Of er is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. Verder is er een lage temperatuur afgiftesysteem, zoals vloerverwarming aanwezig. En eventueel zonwering om in de zomer de warmte buiten te houden. Dat wordt trouwens steeds belangrijker, koelen met een warmtepomp. Daar kom ik straks even op terug. Nou, bij nieuwbouwwoningen waar lage temperatuurverwarming is aangebracht, is het eigenlijk altijd mogelijk om een warmtepomp te plaatsen, mits er een geschikte opstelruimte is voor een unit. Op warmtepompen is er een ISDE-subsidie verkrijgbaar. Dus op zonneboilers, op warmtepompen, kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Onder zit u een link waar u meer informatie vindt over deze subsidieregeling. De subsidie loopt tot eind dit jaar en volgend jaar komt er weer een nieuwe subsidiepot beschikbaar, waarin dan ook isolatie wordt meegenomen. Op dit moment is daar nog een aparte subsidiepot voor, SEEH-subsidie. Die wordt vanaf volgend jaar ondergebracht onder de ISDE-subsidie. Op dit moment hebben we een hele gunstige inkoopactie lopen voor warmtepomp. Ik ben trots te vermelden dat we samenwerken met zowel Nibe als met Heat Transformers op het gebied van warmtepompen. Nibe dat is een Zweedse fabrikant met bijna 40 jaar ervaring in het produceren van warmtepompen. En ja, in Nederland zijn warmtepompen nog heel erg modern en heel erg nieuw. In andere landen bestaan warmtepompen eigenlijk heel erg lang. Bijvoorbeeld in Zweden hebben ze geen gasnetwerk. Dus daar zijn heel veel woningen die zijn al aangesloten op zo'n warmtepompsysteem. Net als Japan, daar hebben ze ook geen aardgasnetwerk. En daar wordt ook heel erg veel gebruik gemaakt al van warmtepompinstallaties. Dus het is niet zo dat de techniek dat die nieuw is en dat die nog niet is uitontwikkeld. Want ja, de techniek bestaat al 40 jaar en die zit ook onder andere in de airconditioning en in de koelkasten. Nou, Nibe dat is een fantastisch merk dat ja, de Zweedse klimaat en de Zweedse ja, omstandigheden als uitgangspunt neemt voor het ontwikkelen van de warmtepomp. Daar ja, is het toch wat kouder dan in Nederland. Als ze daar de woningen warm kunnen krijgen, dan kunnen ze dat in Nederland ook sowieso wel. Nou, we werken samen met Heat Transformers, dat is onze installateur uit Woerden. En die installeren dag in dag uit, installeren ze warmtepompen. Ik ga één slide terug. Er staat een link naar een YouTube kanaal en daar stelt Heat Transformers zich voor. En daarin worden ook de installateurs en dergelijke voorgesteld en wordt uitgelegd wie de partij is en wat ze dagelijks doen. U kunt via de link kunt u naar het YouTube kanaal en dan kunt u ja, kennis maken met onze installateur uit Woerden. En die zijn ontzettend goed in de plaatsen voor warmtepompen, want die doen dat iedere dag. Nou, veel gestelde vragen. Ik moet even een ding wegstrepen om.
kijken wat die zijn. Kan een warmtepomp in mijn woning? We hebben in deze presentatie hebben alle eisen besproken waarin uw woning moet voldoen om een warmtepomp te kunnen installeren. Mocht u twijfelen, neem even contact met ons op. Of neem even contact op met Heat Transformers. Dan helpen wij u verder met uw vragen. Doet een warmtepomp het ook als het buiten koud is? Ja, zeker. Een warmtepomp die kan energie uit de buitenlucht halen tot min 25 graden. Dus een warmtepomp die kan ook uw woning verwarmen als het 's winters koud is. En als het die warmtepomp het alleen niet trekt, dan kan het ook elektrisch bijverwarmd worden. Wat kost een warmtepompinstallatie? Die vraag is lastig te beantwoorden omdat het heel erg specifiek is per woning. Als je een appartement hebt, heb je een ander type warmtepomp nodig dan wanneer je een vrijstaande woning hebt? Die vraag kan ik niet te diep ingaan. Meestal kost een luchtwaterwarmtepomp ongeveer 10.000 tot 12.000 euro. Ik kan er dus ook boven zitten als je een grote warmtepompinstallatie nodig hebt. Nou, wat zijn de afmetingen van een warmtepomp? Meestal is de binnenunit van een pomp die is vergelijkbaar met een koelkast. Een grote koelkast die ook in de keuken hebt staan. Waarom is dat zo? Nou, in een warmtepomp daar zit meestal ook een warmtepompboiler. En in die boiler zit ook het warme tapwater voor het douchen en dergelijke. Dus daarom heeft die warmtepomp die afmetingen. En dat is tot slot een hele belangrijke vraag. En dat is, hoeveel geluid maakt zo'n warmtepomp nou eigenlijk? Een bodemwarmtepomp maakt geen geluid. Thermodynamisch paneel ook niet. Alleen als je een warmtepomp kiest met een buitenunit, kan die wat geluid maken. Sommige mensen ervaren dat geluid als storend. Ik heb zelf een warmtepomp thuis. Wij horen hem eigenlijk nooit. Het geluid van een warmtepomp dat is vergelijkbaar met een moderne koelkast. Nee, met een moderne vaatwasser. Dat kunt u gebruiken als uitgangspunt. Kijk ook vooral heel erg naar het aantal decibel dat de unit maakt. Merken als niet bij die maken over het algemeen veel minder geluid dan vergelijkbare warmtepompen die wat minder lang bestaan. Dus als u geluid belangrijk vindt, dan is niet bij een ontzettend goed merk. Nou, dan ben ik benieuwd of er nog vragen zijn in de chat. Ja, die zijn binnengekomen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Van MH, is water uit de bodem niet erg zout en daarmee slecht voor je huidige verwarmingssysteem? Een hele goede vraag. Een bodemwarmtepomp, dat is een gesloten circuit. Er worden gaten geboord in de bodem en daar worden verwarmingslussen doorheen gelegd. Met een waterglycogolmengsel meestal. Dus dat is een gesloten systeem waarbij niet het water uit de bodem wordt gebruikt, maar waarin er een soort van lus wordt gelegd die alleen de warmte uit de bodem onttrekt en niet het water. Oké, even zien. En we hebben ook vragen over gasverbruik. Bij welk gasverbruik kun je overstappen op verwarming met een warmtepomp? Per vierkante meter per jaar is de vraag. Oh ja. Dus met name, die vraag krijg ik met name bij hybride warmtepompen. Bij welk gasverbruik het interessant is om over te stappen naar een warmtepompinstallatie. Dus meestal vanaf een gasverbruik van 1500 kub. Aan de hand van het gasverbruik kun je niet zo snel bepalen of uw woning geschikt is om van het aardgas af te gaan met een warmtepomp. Daarvoor moet echt even gekeken worden naar de isolatie van de woning en of je vloerverwarming of radiatoren hebt. Dus naar het afgiftesysteem. Kun je iets zeggen over wat de warmtepomp verbruikt? Ja, zeker. Een warmtepomp die haalt het overgrote gedeelte van zijn energie haalt hij uit een natuurlijke bron, zoals de buitenlucht of de bodem. Een warmtepomp die heeft over het jaar rond een COP van ongeveer 4,5. Dus dat houdt in dat hij met 1 kilowatt stroom dat hij ongeveer 4 tot 4,5 kilowatt aan warmte kan opwekken. Als je dan gaat rekenen, dan is zo'n warmtepomp een hele efficiënte keuze om de woning mee te verwarmen. Het is natuurlijk wel zo dat een warmtepomp die presteert het beste als de brontemperatuur en de cv-temperatuur dat die niet te veel afwijken. Als het buiten min 20 graden is en je wil een temperatuur maken van 60 graden, dan zal die hoge COP, dus die hoge efficiëntie, niet halen.
warmtepomp werkt het efficiënt als bijvoorbeeld buiten 7 graden is, die wil een temperatuur van ongeveer 35 graden maken. Dan haalt hij die hoge COP wel. Met COP bedoel ik het aantal kilowatt dat nodig is om de warmte op te wekken van bijvoorbeeld 4,5 kilowatt. Dus dan kan een warmtepomp 1 kilowatt stroom ongeveer 4,5 kilowatt aan warmte opwekken. En je hebt het over COP. Dominique had nog een vraag. Volgens experts wordt de COP alleen gehaald bij temperaturen boven de 5 graden. Heb je dan hiermee al... Ja, ik snap wat meneer bedoelt. In de brochures van warmtepompen wordt de COP wordt vaak aangehaald bij een temperatuur van 7 graden buiten. En een CV-temperatuur van 35 graden binnen. Dus de CV-temperatuur die je ermee probeert te maken. Dat is de COP. Stel je voor het wordt buiten kouder, dan gaat die COP die gaat zakken. Min 5 graden is, dan kom je bijvoorbeeld niet aan die COP van 4,5, maar dan wordt het bijvoorbeeld 3,5. Hetzelfde geldt als je een hogere CV-temperatuur probeert te maken, bijvoorbeeld van 50 graden in plaats van 45, 40. Gaat ook die COP gaat weer oplaag, waardoor die dezelfde elektriciteit minder kilowatt aan warmte kan opwekken. Oké, dankjewel. En nog even wat minder technische vragen. Is er een vergunning nodig om een lus in de grond te plaatsen? Meestal niet, gelukkig. Pierre. Meestal niet. Oké. Maar betrek de installateur zoveel mogelijk met dat proces. Die kan daar het beste bij helpen. De eventuele vergunningen aanvragen en procedures. Ja. Oké. En even een subsidievraag. Kun je 2 maal SDE subsidie krijgen door aanleg te spreiden over meerdere jaren? Dat zou ik eerlijk gezegd niet durven zeggen. Ik weet wel dat je bijvoorbeeld subsidie kunt krijgen voor zowel een warmtepomp als voor een zonneboiler. Maar voor die specifieke vraag kunt u even contact opnemen met de Rijksdienst van Onderneming Nederland, het RVO. Oké, en even zien. Ik zag nog een specifieke vraag over een warmtebatterij van TNO. Past dat bij dit thema? De warmtebatterij van TNO. Ja, deze is een ontwikkeling, geeft Patrick aan. Ja. En gaat op elektra, kun je opladen als de zon schijnt en omladen als je nodig hebt. Is het misschien dat is een zoutbatterij. Ik heb er inderdaad iets van gelezen afgelopen maand. Is minder van toepassing op dit thema. Oké. Ja, dus kan eventueel wat informatie doorsturen, maar dat is nog heel erg in ontwikkeling. Dat staat nog echt in de kinderschoenen. Dat zegt hij ook. Dus hij kan eventjes mailen naar info@woonwijzerwinkel.nl. Ja, of naar frank@woonwijzerwinkel.nl. Ja. Dat is een vakblad waar nog meer informatie over in staat. Oké, even zien. En wat is de terugverdientijd van het warmteboilersysteem? Ja, dat hangt heel erg af van het huidige gasverbruik en van de staat van de woning. Stel je voor, je hebt een hoog gasverbruik en een zeer goed geïsoleerde woning met lage temperatuurverwarming, dan zal de terugverdientijd van zo'n warmtepomp die zal veel korter zijn dan wanneer je heel weinig gas verbruikt en je woning minder goed geïsoleerd is bijvoorbeeld. Dus die terugverdientijden, daar kan ik eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Dat is heel erg afhankelijk van, van de woning en van je stookgedrag. Oké, duidelijk. We gaan nog 2 vragen beantwoorden van Martin. Indien je al een zonneboiler hebt, hoe is het dan de all-electric invulling? Ja, je kan een zonneboiler, die kun je dus combineren met een warmtepompinstallatie. Je kan bijvoorbeeld ook alleen binnendeel de compressor van de warmtepomp plaatsen en gebruik blijven maken van je zonneboiler. Ja, dat is mogelijk. Dus dan laat je zonneboiler staan en dan stel je alleen de binnenunit van de warmtepomp zonder de warmtepompboiler, die kun je opstellen. Wellicht is het ook mogelijk om de zonneboiler op de warmtepompboiler aan te sluiten. Dat hangt af van het type warmtepomp van het merk. Dus ga daarin in overleg met de installateur zou ik dat doen. Misschien kun je die zonnecollector wel aansluiten op je warmtepompboiler zelf. Dat zou natuurlijk een hele mooie combinatie zijn. Ja. Super. En nog een laatste vraag van Frank, een naamgenoot. Ik weet niet of ik heb er te weinig verstand van, maar die staat, kan je PVT-oplossingen ook achteraf aan bestaande fotovoltaïsche panelen toevoegen? Ja. En hoeveel warmte oogt zo'n PVT-paneel in de winter?
En hoe zwaar zijn die? Oké, dat is een heleboel vragen. Ik kan er één in ieder geval beantwoorden. Het is mogelijk om PVT-panelen, dus het thermisch gedeelte van het paneel, om dat achteraf toe te voegen aan je zonnepaneleninstallatie. We hebben ook zo'n dergelijk systeem als opstelling staan in de showroom. Helaas niet het paneel zelf. Maar bijvoorbeeld Solar Freezer, die heeft daar een heel mooi systeem van. Dan worden zonnepanelen, die worden, tenminste de thermodynamische panelen, die worden achter het zonnepaneel gemonteerd. Achter het bestaande paneel. En er komt dan een zak met water, komt in de kruipruimte liggen. En de warmtepomp, die kijkt dan of die beste zijn warmte achter het zonnepaneel vandaan kan halen. Of uit de kruipruimte. Je zou even kunnen kijken naar Solar Freezer. Maar ik weet dat er nog meer fabrikanten op de markt zijn die ook thermodynamisch gedeelte achteraf achter het paneel kunnen zetten. Ja. Oké, nou we gaan eigenlijk afronden. Maar er is nog één ding wat meneer of mevrouw Boom aangeeft. U noemde koelen, maar u bent er niet op teruggekomen. Ja, inderdaad. Mijn excuses. Ik zou inderdaad nog even terugkomen op de vraag of het mogelijk is om te koelen met een warmtepomp. Dat is wel even een onderdeel waar ik aandacht aan wil besteden. Met een bodemwarmtepomp is het mogelijk om passief te koelen. Dat houdt in dat je de kou uit de bodem kunt halen om je woning in de zomer te koelen, zonder dat dat extra energie kost. Als je gebruik maakt van een buitenunit, een ventilator buiten, dan is het mogelijk om actief te koelen. Op die manier koelen, dat kost wel veel energie. Dus dat energieverbruik om te koelen kun je dan vergelijken met een airconditioning. Nou, koelen met een warmtepomp, dat is meestal topkoeling. En dat houdt in dat je ongeveer 4 graden kunt koelen met de warmtepomp. Dat er anders condens plaatsvindt op de bodem, op de grond. Of dat er condens plaatsvindt in de radiatoren. Zijn er tegenwoordig ook radiatoren waarbij er een condensafvoer zit. Zo wordt een condens dat wordt afgevoerd naar het riool. Dan is het mogelijk om nog kouder te koelen. Dus dan kun je echt wat dieper gaan koelen. Ja. Nou, dat was het. We moeten gaan afronden. Het is inmiddels 8 uur. Nou, mochten er nog vragen zijn, neem even contact op aankomende week. Of kom even langs bij ons in de showroom. Stuur een mail. Dan helpen we u graag verder met meer informatie. Maar dit was het even voor vanavond. En ik wil jullie allemaal een hele fijne avond wensen.